wat kunnen we gaan doen? Ja. Hè, kunnen we een oplossing vinden voor die grote groep mensen die blijft zitten met stevige restklachten? Ja. En als ik het goed begrijp, hoopt u dat te vinden door een combinatie van T3 en T4? Ja, correct. Dat is wat er gebeurt in dit onderzoek. Ja. En de achterliggende gedachte daarachter is dus dat de schildklier niet alleen een T4, maar ook T3 maakt. En het is eigenlijk heel erg onlogisch waarom wij eigenlijk mensen alleen maar met T4 behandelen op het moment dat moeder natuur zowel T4 als T3 heeft bedacht voor de schildklier. Wat een belangrijk iets is voor het onderzoek is dat het zich richt op mensen met restklachten. Restklachten bij de meest voorkomende oorzaak van een lage schildklierfunctie, en dat is die Hashimoto, die auto-immuun lage schildklierfunctie. We richten ons enkel op mensen die dit hebben om te voorkomen dat we niet patiënten vanuit verschillende categorieën met verschillende achtergronden krijgen. Simpelweg omdat we nu de kans hebben om één goede studie te doen waarbij we een definitief antwoord willen hebben of deze therapie nu wel of niet werkt. En zoals ik ook al even noemde, zijn in voorgaande studies toch veel zaken fout gegaan in die zin dat er verschillende typen schildklierziekten ook betrokken zijn. Dus we richten ons echt op mensen met een auto-immuun schildklierziekte die op T4 zitten, die ondanks normale TSH-waarden restklachten hebben. Restklachten, zoals ik ook al even noemde in die presentatie, kan een breed scala zijn. Dat is voor de meeste mensen ook een breed scala aan klachten. Maar een voorwaarde voor deze studie is dat de vermoeidheid, die een groot effect heeft op het dagelijks leven, dat is een voorwaarde die wel aanwezig moet zijn. Want we willen wel op een of andere manier een homogene, een gelijke groep van mensen in deze studie betrekken. Met elkaar kunnen vergelijken uiteindelijk ook. En dat is ook vrijwel de meest gehoorde klacht, die extreme vermoeidheid die maar niets te vergelijken is. Nou, dat is exact de reden waarom we ook dit criterium hebben genomen voor de studie. Ja. Welk medicijn, welke vorm van levothyroxine krijg je als je meedoet met de trial? Nou, wat je krijgt is een middel dat eigenlijk, net als alle andere middelen die op de Nederlandse markt zijn, gewoon T4 is die onze schildklier ook maakt. Dat heeft hetzelfde effect in cellen. Het is een preparaat dat niet een van de preparaten is dat er op de markt is. Dat hebben we eigenlijk bewust gedaan, omdat er altijd patiënten zijn die met één of ander preparaat toch negatieve ervaringen hebben. Dus wat we hebben gedaan is dat de betrokken farmaceut een T4-preparaat heeft gemaakt, een generiek T4-preparaat, dat niet behoort tot een van die merken, maar wel het effect op celniveau heeft zoals we verwachten. Het is ook niet een preparaat waarvan je dus van tevoren moet verwachten dat er specifieke bijwerkingen zijn. Natuurlijk kan het zijn, zoals bij elk middel wat je neemt, dat er bijwerkingen zijn. In ieder geval de eerste mensen die met deze studie hebben meegedaan, die geven aan dat ze eigenlijk geen verandering in bijwerkingen met betrekking tot hun vorige medicijn hebben bemerkt. Ze hebben eigenlijk niet bemerkt dat ze een ander T4-preparaat hebben gekregen. En binnen het begin van de studie gaat iedereen dus over op ditzelfde T4-preparaat. En de reden daarvoor is, dus als je een studie doet met vele verschillende T4-preparaten, is eigenlijk hetzelfde argument als ik net gebruikte voor waarom we ons enkel richten op mensen met die grootste groep, die auto-immuunhypothyreoïdie. Ja, als we ook weer verschillende preparaten gaan gebruiken, als die studie dan niet een duidelijk antwoord geeft, dan zullen mensen gaan roepen van maar dat komt omdat je verschillende preparaten ook gebruikt. En dat is een heel goed argument, dus daarom willen we een zo gelijk mogelijke groep willen we in deze studie krijgen. Als ik mensen spreek, dan had ik toch verwacht dat bepaalde mensen toch wel moeite mee zouden hebben om op een bepaald preparaat over te gaan, op dit generieke T4-preparaat, omdat ze al gewend zijn aan een ander preparaat. Maar ik vond het eigenlijk heel pakkend dat heel veel mensen onafhankelijk van elkaar zeiden van maar ik kom hier met forse restklachten die een groot effect hebben op mijn leven. Ik voel me al niet goed, dus de kans dat ik met een ander preparaat, dat generieke T4-preparaat, mogelijk
een bijwerking krijg, ja, dat neem ik voor lief. En dat, nou, moet ik zeggen, dat kan ik me ook voorstellen dat je daar zo in staat. Dat is uiteindelijk de reden dat het hele onderzoek gedaan wordt. Heel mooi onderzoek, we hebben ook hoge verwachtingen. Nou ben ik patiënt in Zuid-Limburg en ik herken mijzelf hier heel erg in. Hoe kom ik nou hier bij u aan tafel en word ik opgenomen in deze studie? Nou, er zijn twee mogelijkheden. Allereerst zou ik iedereen adviseren, als u geïnteresseerd bent, neem de tijd om de website zoals staat weergegeven te bekijken. Daar staat ook in dat er de studie in 15 ziekenhuizen uiteindelijk zal lopen. En daar staat ook actief weergegeven welke centra al zijn gestart. Twee mogelijkheden. Op het moment dat er bij u in de buurt nog niet een centrum is gestart, kan u verwezen worden naar een centrum dat wel al is gestart. En door de huisarts, de studie, neem ik aan. Ja. Ja. En tijdens de studie kan u, als het centrum bij u in de buurt wel op start, kan u overgaan naar uw centrum in de buurt. Ander ding is dat u wacht totdat het centrum in de buurt is opgestart. Verwijzing inderdaad via eigenlijk reguliere paden, dus via de huisarts. En ook die website is niet alleen voor patiënten, maar ook voor zorgverleners bedoeld. Daar staat eigenlijk heel kort en krachtig weergegeven wanneer iemand kan deelnemen, hoe iemand verwezen moet worden. Dus dat is ook voor de verwijzer heel handig. En de website heet? www.t3-4-hypotrial.nl en jullie prachtige website van sondeschildkie.nl, ja. Daar staat hij ook op weergegeven. Ja.